Deze clip gaat over de verminderde en overmatige drieklanken. De meest voorkomende drieklanken zijn grote en kleine drieklanken, maar daarnaast bestaan dus nog andere, de verminderde en de overmatige. In een vorige clip zagen we reeds hoe we drieklanken konden maken door tertsen op elkaar te stapelen. Boven een grondnoot plaatsen we een terts en daarboven opnieuw een terts. En zo bekomen we een drieklank in grondligging. Tot nu toe stapelden we boven een grote terts een kleine terts, of boven een kleine terts een grote terts. En zo bekwamen we de grote drieklank, die begint met eerst een grote terts en daarboven een kleine terts. En de kleine drieklank, die begint met een kleine terts en daarboven wordt een grote terts gezet. Maar de opeenstapeling groot-klein, of klein plus groot is uiteraard niet de enige mogelijkheid. Zoals je wellicht al doorhebt, zou je ook een kleine terts plus een kleine terts kunnen hebben, of beginnen met een grote terts en daarboven een grote terts plaatsen. Dat geeft uiteraard totaal andere drieklanken. Kijken we naar het eerste geval. Op een willekeurige noot, hier de fa, plaatsen we een kleine terts. Dit geeft ons la-mol. Nu plaatsen we daarboven... Opnieuw een kleine terts. We hebben dus een opeenstapeling van kleine terts plus kleine terts. Fa, la-mol, do-mol. Een drieklank die bestaat uit een opeenstapeling van twee kleine tertsen noemen we een verminderde drieklank. Beginnen we daarentegen met een grote terts, zoals hier vanuit de fa naar een la. Het is een grote terts. Plaatsen we daarboven opnieuw een grote terts, La Do Kruis in dit geval, dan hebben we een opeenstapeling van een grote terts en een grote terts. Zo'n drieklank noemen we een overmatige drieklank. Om samen te vatten, alle mogelijke combinaties van opeenstapeling van grote tertsen en kleine tertsen zijn. Eerst een grote terts, daarboven een kleine terts, geeft een grote drieklank. Een kleine terts met daarboven een grote terts is een kleine drieklank. Een opeenstapeling van twee kleine tertsen is een verminderde drieklank. En een opeenstapeling van twee grote tertsen noemen we een overmatige drieklank.